Zomaar wat namen. Wim Schuit, Kees Schouten, Cor Sely, Henk Olijhoek, Toon van Rijt en Jan Verhoef. Als trouwe leden bepaalden zij het succes van hun verenigingen. Aan een destijds georganiseerde optocht nam Amstel Ruiters deel, de turnvereniging, het bloemenkoor, Tobo en het Bovenkerks fanfare. Het dorp was uitgelopen om dit ludieke gebeuren gade te slaan. Als representant van het huidige verenigingsleven is gekozen voor een muzikale impressie van de afdeling Percussion Ensemble van de muziekvereniging Bovenkerk. Heden en verleden liet ik in deze filmische impressie van het dorp Bovenkerk de revue passeren. Oude en nieuwe filmopnamen vloeien in elkaar over. Beelden en personen werden wellicht herkend en herbeleefd en hebben ongetwijfeld gemengde gevoelens opgeroepen. Het dorp werd geschetst zoals de schrijver Anton Kolen dat deed in zijn boek Dorp aan de rivier. Als variant hierop zou ik het verhaal over Bovenkerk Dorp aan de Poel willen noemen.
De tijd heeft niet stilgestaan. Dat hebben de verstreken 40 jaren wel bewezen. Ook Bovenkerk is aan deze verandering niet ontkomen. Met name de bouw van de nieuwe Westwijk en de uitbouw van het bedrijvencentrum Legmeer aan de Bovenkerkenweg hebben invloed op het dorpse karakter. Ik liet toe dat men vanaf mijn toren de filmcamera een rondgang liet maken over de mij omringende omgeving. Niet alleen de Westwijk en het bedrijvencentrum, maar ook de Pool met het Amsterdamse Bos en de nieuwbouw aan de Legmeerdijk hebben het aanzien van Bovenkerk veranderd. Zelfs het naast mij gelegen kerkhof, plaats van rust en stilte, moest worden uitgebreid en aangepast, omdat velen aan het einde van hun leven een plaatsje in mijn schaduw wensen. En natuurlijk zal ik als een goed huisvader over hen waken. Met mijn klokkengebeier luidde ik Bovenkerk de 20e eeuw in. Van harte hoop ik dat mij deze eer ook gegund wordt als over ruim 8 jaar de 20e eeuw overgaat in de 21e eeuw. Want ik voel mij één met dit dorp. De Westwijk zal daarna verwachting zijn voltooid. Aan Bovenkerk is dan een nieuwe dimensie toegevoegd. Nu wordt er nog volop gebouwd. Het landelijke karakter van Bovenkerk zal hierdoor goeddeels verdwijnen. Torenhoge flats zullen mij naar de kroon steken, maar met mijn lengte van 75 meter blijf ik ze de baas. Men zal zich spiegelen in de glazen kantoren kolossen aan de Bovenkerkenweg, wat overigens tot grappige effecten leidt, maar ik zeg dit niet zonder trots, zal als punt van herkenning blijven fungeren. Zowel vanuit het noorden als het zuiden, het oosten en het westen. En het avondrood zal mijn contouren extra accentueren.